geachte kijkers en luisteraars. In het bijzonder de jongeren tussen 6 en 18 jaar. Ik heet u allen van harte welkom bij de virtuele opening van de Global Money Week 2021, die dit jaar van 22 tot en met 26 maart in verschillende landen gehouden zal worden. Zoals jullie misschien al weten, is de Global Money Week een jaarlijks terugkerend evenement en een initiatief van de internationale organisatie Child and Youth Finance International. Dit initiatief is sinds vorig jaar overgenomen door de Organization for Economic Cooperation and Development in samenwerking met het Internationaal Network on Financial Education. Het algemeen doel van de Global Money Week is kinderen en jongeren in staat te stellen niet alleen te leren om verstandig met hun geld om te gaan, maar hen ook te helpen hoe hun kennis over te dragen aan hun familie en omgeving. En vooral om alles eraan te doen om zoveel mogelijk te sparen voor later. De Centrale Bank van Suriname is zich bewust van hoe belangrijk het is dat jongeren al heel vroeg goed weten om te gaan met geld. Daarom participeert zij dit jaar voor de 7e keer aan de Global Money Week. Bewuste burgers weten welke financiële producten beschikbaar zijn en hoe deze op een verantwoorde manier te gebruiken. Dit komt zowel de consument als de financiële sector ten goede en zal het betalingsverkeer in ons land verbeteren. Daarom is het dan ook nodig dat een ieder in het financiële systeem wordt opgenomen. Met een populair woord noemen wij dit financial inclusion of financiële inclusie. Financial inclusion betekent dat elke burger toegang heeft tot minimaal een basisbankrekening. Zonder bankrekening kan je geen inkomsten via de bank ontvangen, geen geld opnemen bij de geldautomaat, niet sparen op de bank, niet betalen met je pinpas bij winkels en ook geen gebruik maken van digitale betaalmogelijkheden. Kortom, zonder betaalrekening is het moeilijk aan het betalingsverkeer deel te nemen. Het streven van de bank is dus financial inclusion in Suriname te stimuleren. Global Money Week als middel in financiële educatie kan daarbij ook helpen dat jongeren er alles aan zullen doen om in het financiële systeem te komen. De voorgaande jaren werd de Global Money Week groter opgezet, waarbij de scholen fysiek werden betrokken en er verschillende financieel-educatieve activiteiten met de leerlingen werden uitgevoerd. Vanwege de COVID-19-pandemie is dat nu niet mogelijk en is er om die reden besloten de Global Money Week digitaal aan te bieden. De bank zal hierbij via haar social media pagina's invulling geven aan het volgende thema: Take care of yourself, take care of your money. Maar ook andere financiële instellingen doen mee aan de Global Money Week. Met het eerder genoemde thema wordt de nadruk gelegd op het belang van het opbouwen van je persoonlijke financiën. Met de ontwikkelingen rond de COVID-19-pandemie is meer dan ooit duidelijk geworden hoe belangrijk het is om extra geld te hebben om de moeilijke tijden met minder of geen inkomsten te overbruggen. Zoeken naar creatieve mogelijkheden om binnen moeilijke tijden aan de inkomsten te komen is daarom ook van belang.
COVID-19 heeft ons ook bewust gemaakt hoe handig het kan zijn om van huis uit je financiële zaken te verrichten. Indien je daartoe de mogelijkheden hebt, uiteraard. Hiervoor is digitalisering van financiële diensten belangrijk, zodat je op de computer of je telefoon onder andere je bankzaken kan regelen. Er moet hiervoor speciale financiële technologie, oftewel fintech, ontwikkeld worden. Naast de financiële educatie die de bank via de social media zal aanbieden, wordt er ook een opstelwedstrijd gehouden voor de jongeren van 6 tot 18 jaar. Bij deze wedstrijd krijgen jullie de gelegenheid je creativiteit rond het thema de vrije loop te geven. Ik moedig jullie hierbij aan om mee te doen, omdat je niet alleen een leuk prijsje kan winnen, maar ook je schrijfvaardigheid en kennis over geldzaken kan vergroten. De activiteiten van de bank in verband met de Global Money Week zijn dagelijks te volgen via social media en ik roep u allen op mee te doen aan de activiteiten. Dank u wel.